Stefan Storm, 2012 is nu al een jaar vol met gelukken. Ja, zeg dat wel, ja. een jaar met een geluk en een traan, maar het geluk is momenteel, en dat is natuurlijk heel fijn, dat onze kleine dochter geboren is en ja, alles gezond en met mijn moeder gaat het goed en met de kleine gaat het goed. Dus we zijn heel blij dat Romy ons gezin heeft, dat ze erbij is. Wanneer is ze geboren? Ze is op 2 juli geboren. Ja, en nu? Ja, nu gaan we nog meer ons best doen. En genieten, vooral genieten. Want het gaat natuurlijk heel snel. Hè? Ik heb natuurlijk 2 grote jongens, zeg maar al. Dus je weet hoe snel de tijd gaat. En daarom extra genieten, voor zolang ze natuurlijk echt nog baby zijn. Hè? Het is een keuze die we gemaakt hebben. En ook een keuze die we heel graag doen. Dus we blijven wel ons werk doen wat we natuurlijk gewend zijn. Maar een aantal dingen zou je inderdaad moeten gaan aanpassen. En dat hebben we er helemaal voor over. Dus goed. Ben je ondertussen ook alweer bezig met de winter? Ja, daar ben ik al heel druk mee bezig. En dat loopt ook alweer voorspoedig. Over een kleine 6 weken gaan we weer alle puntjes op de i zetten. Het is eigenlijk allemaal alweer bekend wat we gaan doen. Maar toch eventjes met z'n allen om tafel zitten in Oostenrijk. Om dat ook even nog netjes tot een goed einde te brengen. Ja, want voor de mensen die het niet weten, in de zomer ben jij altijd druk met... Ja, de feestweek alweer in Westendorf. En natuurlijk met alle evenementen die we normaal gesproken in Nederland al doen. Maar de voorbereidingen naar de feestweek, die zijn eigenlijk zomers al aan de gang.